Zaterdag 5 december, een paar dagen na de ingang van de plicht tot het dragen van smoelendoekjes in publieke ruimte. En om daarmee te beginnen, een winkel is geen publieke ruimte. Daarover is een gerechtelijke uitspraak rond Mediamarkt en de rechter was daar helder over. Maar toch. Dus ik verschillende winkels geweest en gekeken, hoe reageren ze erop? Nou, een heleboel winkels wordt er helemaal niets gezegd als je zonder smoelendoekje binnenkomt. Maar bij Dirk in Maarsen werd ik achterna gezeten door een mevrouw van Dirk in Maarsen. En die zei, meneer, waar is uw mondkapje? Dat heb ik niet. Rats, zo'n blauw ding. Zet ik niet op. U moet hem op. Ik zeg, mevrouw, u weet toch dat er uitzonderingen zijn? Nou, zei ze, die mensen die hebben meestal een briefje bij zich. Ik zeg, mevrouw, heb ik geen privacy meer? Nou, toen ging ze even overleggen, toen kwam er een meneer. Die herhaalde het een beetje. Ik zeg van, nou, je moet zelf weten wie je de winkel inlaat. Maar natuurlijk niet zonder consequenties. Goed, toen ging hij weer even weg. Ik moest even overleggen of bellen of kijken in het draaiboek smoelendoekjes. En kwam terug en ik mocht vervolgens de winkel in. Maar als er een boa zou komen, dan moest ik het zelf maar uitzoeken. Prima. Dus laat je niet te snel uit het veld slaan. Zeker wanneer je iets hebt of zo. Ga niet geforceerd zo'n smoelendoekje opdoen, omdat je niet tegen die boze blikken kunt. Laat dat gewoon van je afglijden. Laat ze kijken. En als jij je... Want die sociale druk is wel onderdeel van het coronisme. Hè? Dat is eigenlijk een soort neo-communisme wat ze nu aan het doorvoeren zijn. Of, zoals ik zeg, Coca-Cola-communisme. Sociale druk. En dan moet je als iemand die astma heeft of hartklachten of een of ander psychologisch probleem heeft. Weet ik veel, claustrofobie of je hebt in je jeugd het een en ander meegemaakt. Dan moet je niet geforceerd die dingen gaan dragen. Dat kan niet. Die uitzonderingen zijn er. Goed, dus doe je best. Wil je nog wat meer weten? Kijk even bij Isa Kriens, de kleine activist. Die is jurist. Die heeft er meer verstand van dan ik.